Hey guys, what is going on today? En welkom bij de single player van Call of Duty Modern Warfare 3 Recruit. Ja, ik speel altijd op Recruit. Maar ik laat jullie het hele filmpje zien zodat jullie echt alles kunnen volgen. Ik heb vandaag net eigenlijk een kwartier geleden heb ik de single player uitgespeeld, dus het is echt fucking vet. Maar ik laat jullie dit even horen. How far will you go to bring it back? Shepard created a war. But only we knew the truth. Nikolai, we're gonna get stuck out of here. Yeah, I know a place. Wow. Oké, wat ik ook wil zeggen is, midden in het verhaallijn komt er echt een heel, gewoon echt iets fucking vet wat bedacht is en dat echt gewoon bij je past. Er komt ook een glitchje voor, die laat ik jullie ook zien. Dus dat zijn even de dingen die we sowieso gaan doen. Oké, ik speel nu als Soap. Ik, aan eind van Modern Warfare 2 ben ik neergeschoten en ze proberen me nu te redden. Je ziet nu allemaal stukjes van, nu van Call of Duty 4. Modern Warfare 1 dus. En dit is een stukje van Modern Warfare 2. Ook Modern Warfare 2. Oh yeah, World War 3, Modern Warfare 3. Ik laat jullie echt alles zien, zodat jullie het helemaal kunnen begrijpen. De jamming rigs hebben neutralized our air support. Zolang ze maintain air dominance, it's a losing fight. We cannot lose New York. Are there any special mission units in the area we can request? JSOC's got a Delta Force team at Bennett Field. Call sign Metal. Overlord, Metal 01 is up on Greenside. This is Sandman. Understand we are OpCon to you. Over. Glad to have you in our corner, Sandman. The Russians are using electronic countermeasures to jam our comms and guidance systems. The primary emission tower is on top of the stock exchange. I need your team to destroy it. The jammer's full spectrum, so until it's down, you'll have no radio contact. I have ground assets to get you close. Over. Copy all. We'll get it done. Delta Force. Delta Force is fucking epic. Ze hebben Sandman, die is gewoon geniaal. Even kijken of ik kan doen aan sound. Zo. Ja, ja, ja. Oké, ik ben neergehaald met door een RPG in een hele grappen. Nee, ik ben neergehaald door een RPG terwijl ik in een helikopter zat. Right, we can I can handle this. I can clear this shit. Hoorah. Wat ik echt vet vind is dat je naar de bekende plaats gaat zoals Berlijn en Parijs. Ga je allemaal naartoe. We zitten nu in New York. Ik vind het gewoon vet. Echt, ik vind het de beste campaign die er is van alle Call of Duty series. Just what I say, I can clear this shit. Oh.
Oké, wat ik net heb gedaan is een soort van, weet ik veel wat, gepakt. Ik heb een AOC-scope of zoiets erop gezet, zodat ik nog beter kan mikken. Ja. Dood, 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 dood. Kom maar. Dood, 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 dood. Dood, 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 dood. Ja, ja, ja. Come on, truck. On me, haha. Dat dacht je. Tuurlijk. Alright, Sandman, I can handle this. Hoorah! Dat zegt ze echt in Call of Duty 4. Hoorah! Waar ik ook achter ben, weer, in dit deel ook. Het zijn weer Britse mensen. De andere. Dus Price en zo en Soap. Dat is wel grappig. Jammer dat het geen Ieren zijn. Oké, nu weet ik even niet waar ik heen moet. Dat geef ik toe. Come on, Sandman. Oké, kom op, tulpen. Ja, ik weet dus niet hoe dat moet. Dus ik doe gewoon zo. Tweede wapen. Oh ja, een noob tube. Rauw. Wat de? Daar heb ik echt altijd last van. Dat ik niet goed kan zien of in het donker iemand staat. Dan heb ik altijd neergenakt in mijn rug. Dat is mijn enige zwakheid in het hele spel. Dus ik ga anders spelen. Wat ook een handige manier is, gewoon dicht bij de muren blijven. Dan kan niemand je in je rug aanvallen. Een trucje dat ik ooit geleerd heb. Ik heb hem op recruit alleen neergezet, zodat ik er makkelijker doorheen kan. En jullie weten, dus zo moet dat. Tuurlijk kan ik het veteraan aan. Ik ben een veteraan. En om dat te bewijzen, ga ik het hele campaign geen noob tubes gebruiken. F you. Jij denkt dat? Ik ga geen noob tubes gebruiken. Hoorah. Die is vast wel dood. Oké, over de campaign kan ik weinig zeggen, want als ik nu alles ga vertellen, dan denk je echt, waarom heb je dat gezegd? Dus, ik kan wel, na de missie kan ik een beetje uitleggen wat we precies, wat we nu gaan doen is,
We gaan een signaal gaan we neerhalen of zo, zodat hun geen contact meer met elkaar kan krijgen of zoiets. En deze missie heb ik ook niet helemaal door. Yeah. De achievements heb ik ook allemaal van de campaign, heb ik ze. Dus. En als ik midden in het verhaal één krijg en jullie denken, hey, en het is mij niet opgevallen, moeten jullie gewoon zeggen in de beschrijving. Beschrijving, reacties. Hey. Ja, maar mensen zeiden de hele tijd van, ga de singleplayer doen. En toen dacht ik, oh my god, oké. Okay. En dus hier is de singleplayer. En als het mij te lang duurt, dan split ik hem gewoon. En dan denken jullie, haha. Maar het komt wel allemaal parts van gewoon part 1 of part 2. Yeah, like a pause. Wat had je nou? Hoera. Ja. I'm working on it. Then, well, work harder. Shut up. Dood en... Wow, lucky bastard. Waarom kan ik... Oh ja, ik was even in de war met de controle. Come on, Sandman. Ik schoot je misschien alleen in je oog. Big deal. Big whoop, you wanna fight about it? Bleh, bleh, bleh. Hoe vet. Predator missions zijn ook anders geworden. En Ace 130 en Chop Gun en zo zijn gewoon veel en veel beter. Ga ik het proberen. Nee. Heb ik ze? Helemaal ken. Weapons won't work. Use a predator. Dat... Wat? Wil ik hem gebruiken? Ja, ik wil wel. Ik wil hem wel gebruiken. Zoiets. Oh yeah. Roger, Overlord, send it. We have multiple Russian warships near our ports. We sent the seals to assault the command vessel. Proceed to New York. You sent the seals? Metal 01, be advised. We're seeing multiple enemy rotor wings in your airspace. Enemy pilot incoming! No, it's not! I'm working on it. Komen dan.
Zoiets. Hij tot nog. Nee. What the fuck? Bla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 l
Kom op. Ik wil je alleen maar dood hebben. En boom goes the dynamite. Nu. Oh yeah. And I told. Echt, wij zijn such a lucky bastards. Kijk dan, wat al een lang keer vliegen en ons net niet raakt. Ik hou hem alleen maar vast aan dat ding. Dat ding is stevig. En dan red ik ons allemaal ook nog. Let maar op. Anders knalde je tegenaan, ja. Heb ik ons even mooi gered, hè? Oh my god. Badass. Nou. Ja. Bedankt voor het kijken. Voor part 1, 2, 3. En ik weet niet hoeveel het er zijn. Dan moet ik zo even kijken. Weer grappen. Maar dan horen jullie mij. En zien jullie het spel. Weer de volgende keer. Peace out.